Nummer 20, hier moet het zijn. Nou, hopen dat ze wel thuis treffen. Hallo, dag. Hi. Ja, ik kijk een beetje vreemd, dat snap ik, maar Thomas weet er meer van. Thomas weet er meer van? Ja, die weet er alles van namelijk, want die heeft u een kleine verrassing bereid. Oh, echt waar? Jet toch, hè? Ja. Dag, hallo Jet. Hallo. Ik zeg net tegen de buurvrouw, ik geloof dat ik een kerstboom verdiend heb. Ik geloof het ook gewoon al. Kijk, daar gaan we naartoe. Ja, ik heb het gezien. Wat schitterend huisje. Dat is wel een andere ochtend dan je verwacht had zo, hè? Ja, een hele andere ochtend, ja. Schoonzoon en kleinkind komen op bezoek en in één keer komen er nog veel meer bij. Ja. We moeten even beginnen bij het begin, denk ik, Thomas. Want jij bent de aanstichter van dit alles. Ja, klopt. Vertel eens, waarom heb jij je schoonmoeder deze verrassing bereid? Nou, ik krijg van mijn schoonmoeder eigenlijk altijd... Ja, het hele jaar door was nieuwe sokken. Dus ik heb ze vandaag ook aangetrokken. Dus ik dacht, ja... Happy socks. Dan wil ik ook iets terug doen en dan krijgen ze van mij een kerstboom. Komt die vaak met het kleinkind bij je langs? Regelmatig, ja. Ja, ja. En ik pas iedere week een dag op. De donderdag is mijn oma-dag. Dus dan is ze de hele dag bij mij. Maar dat is sowieso een beetje wat aan jou hangt, hè? Dingen doen voor andere mensen. Een zorgzaam type. Een zorgzaam type. En een zorgzaam type vindt Thomas, die verdient een boom. Maar zoals je ziet is hij nog een beetje kaal. Hij is een beetje kaal. Maar ik zie ook dat er van allerlei versiering juist in het hutje je ligt. Je hebt direct in de gaten. Pak maar een baljaren of een ster, wat je wil. Een balletje uitzoeken. Kijk eens. Die is, vind jij vast mooi, of niet? De glitters. Pak hem maar. Wauw. Niet in de mond, die is toch, mooi. Hè? Voor oma bewaren, hè? Wat is er zo bijzonder aan jouw schoonmoeder dat jij dit wel doet? Ik heb gewoon vette mazzel met mijn schoonmoeder. Ja, maar jullie zien elkaar ook echt veel? Wekelijks, denk ik wel, hè? Zeker. Ja, soms meerdere keren. Voor de koffie de week. Of we komen elkaar tegen op de markt. En het kan dus wel goed opschieten met je schoonmoeder. Ja, ja, inderdaad. Dat kan, ja. Ja, dat kan helemaal. Beetje geven en nemen, hè? Ja. Zo is het hele leven. Ja. De lampjes. Je kijkt of de lampjes het doen, zo eens kijken. Let op, het moment. Oh. Ja. Nou, mooie woorden boom. Woorden schieten tekort, hè? Woorden schieten tekort.